Hallo, lieve Waterman. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, zou ik je graag willen verwijzen naar de introductievideo. Die staat onderaan deze video in de beschrijvingsbox. In die video leg ik je uit wat algemene readingen voor jou kunnen betekenen. Wat je ervan kunt verwachten en wat absoluut niet. Maar ook wat ik je te bieden heb als je kiest voor een persoonlijk coaching traject. Oké. Algemene reading kan nooit voor iedere waterman een boodschap bevatten. De kaart die nu valt wordt leidraad voor deze reading. Voorbij illusies. Voorbij de ego-illusies. Dan gaat je derde oog open. Dan zie je de situaties, de dingen werkelijk zoals ze zijn. Oké. De situatie. Doorslicht, waar het bewustzijn zicht op heeft, het onbewust is, recente verleden, advieskaart naar bij je toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en de conclusie. Waar heb ik die houtjes gelaten? Nou, deze is bijna van de week in de fik gevlogen, maar hij doet het nog. Boven op de kaars gevallen. Verklarende kaarten. Oh. Bij de advieskaarten bij je toekomst en bij jou. Dit zijn er drie, dat doe ik even over. Ja, thank you. Twee. Het kan zijn dat ik die andere weg doe straks, maar het kan ook zijn dat ze er allebei uit moeten. Voor de waterman. En voor de waterman. Ook weer twee. Oké, nou, waterman, daar gaan we. Ja, voorbij illusies. Als je de dingen gaat zien zoals het werkelijk is, hè, zoals op de goddelijke manier, waarom we hier zijn en waarom we ervaren wat we ervaren. En dat we zelf de schepper zijn van onze eigen werkelijkheid en dat er ook allerlei spirituele wetten zijn. Dan, als we dat allemaal gaan beseffen en inzicht in gaan krijgen, dan gaan we voorbij de ego-illusies. En dan kunnen we vanuit dat derde oog gaan zien. Goddelijk zien. Hogere visie heb je dan. Maar om voorbij die illusies te komen, moet je altijd openstaan voor een hogere visie. Moet je nooit vasthouden aan een vaststaande mening. En dat doen heel veel mensen. Er is nog veel verdriet. Je weet dat we verbonden zijn.
dat je verbonden bent met de kosmos. Dat weet je. Ook dat de mensheid, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we eigenlijk één zijn. Maar er is bij jou nog veel verdriet, onverwerkt verdriet. En het vertrouwen dan ook wat voortvloeit uit het weten van we zijn één en we zijn met elkaar verbonden. Alles heeft een reden. Om te kunnen vertrouwen om echt die rebel te durven zijn en om naar je eigen innerlijke waarheid te leven. Vol vertrouwen dat je door je intuïtie naar weer het één zijn wordt geleid, dat je dat ook kan ervaren. Ja, dat vertrouwen ligt nog onbewust, maar dat komt omdat oude pijn nog dwars ligt. Go with the flow. Ja, met betrekking tot invloed van anderen ben jij nog patronen aan het herhalen. Het is nog familiekarma. En je eigen karma uit vorige levens. Want die neem je ook met je mee. En de hoop is dat je eigenlijk ook dat gaat beseffen. Dat je nog eigen karma en familiekarma bij jou draagt. Maar dat jij hier dan wel bent geïncarneerd om dat te gaan doorbreken. Vaak gaan daar 7 generaties overheen. En om het te kunnen doorbreken moet je eigenlijk de rebel zijn. En daar ben jij je wel van bewust. Hij ligt bij jou op het bewustzijn. Om de rebel te kunnen zijn en met dat vuur, maar ook met die adelaar ben je dan ook nog een boodschapper tussen hemel en aarde. Maar om dat te kunnen zijn en om ook met vuur in het leven te staan, dus ook met veel kracht, moet je ook het maatschappelijk oordeel hebben doorbroken. Met andere woorden, je moet je eigenlijk niks meer aantrekken van wat de mensen in dat massabewustzijn vinden. En je ook niks meer aantrekken wat je ooit geleerd hebt, wat je ooit hebt meegenomen als waarheid uit vorige levens, whatever. Onthechten van overtuigingen. Maar jij bent nog aan het beheersen, dus je bent nog niet vrij. Kijk, de rebel is vrij. Dat is de verlichte en die laat zich door niemand tegenhouden. En is helemaal zichzelf. Maar de rebel wordt dan natuurlijk ook wel als bedreigend gezien. Hè? Net als Jezus vroeger ook als bedreigend werd gezien. En zelfs aan het kruis is gehangen. Hè? Want zij vertellen de waarheid. Deze vertellen de waarheid. Gaan daar ook met vuur voor staan. En deze kun je niet onderdrukken. Dat bestaat niet. Deze kun je niet meer tot slaaf maken. Maar daarvoor heeft deze rebel een hele lange weg bewandeld. Hè, met veel levens. En als dit je in je laatste incarnatie. Nou, dat zou bij jou kunnen, Aquarius. Waterman. Maar jij beheerst nog je emoties. En je houdt de zaken nog onder controle. En dat kun je op ik weet niet hoeveel manieren doen. Maar in ieder geval zit je niet in de flow. Niet in een ontspannen toestand. Kijk, dit is de echt in die flow zijn. In de rivier van leven zijn. En met een hele ontspannen houding. En je mee laten voeren met de stroom. Maar deze gaat tegen de stroom in. En houdt vast. En het moet op mijn manier. En het moet zo. En ja, dat is echt ego... manier om te willen overleven. Dat is de soort van overlever in je. Maar dat is niet de rebel. En met betrekking tot invloed van anderen ben je nog patronen aan het herhalen. Dus wat hier ligt eigenlijk is, ja, jouw oud verdriet is eigenlijk rijp. Het wordt tijd dat je in je potentieel van de rebel gaat durven staan. Daar ben je ook van bewust. Je bent je bewust dat we verbonden zijn, maar oud verdriet zit nog dwars. Waardoor je ook nog niet, en je kan wel weten dat je het universum moet vertrouwen en dat je eigenlijk met de flow mee moet, dat kun je wel weten. Maar
Het lukt nog niet, want je houdt nog de boel onder controle. Dat kan zich uiten zelfs in dwanggedrag. Maar ook emoties beheersen, je anders naar de buitenwereld tonen dan dat je van binnen voelt. Dat je je relaties ook wil, dat je het onder controle wil hebben wat er gebeurt. En voor zekerheid, en als het dan niet lukt, dat je dan gespannen en boos kunt zijn. Maar dat is rijp nu voor jou, Waterman. Maar de natuur, die hoeft niet, de tomaten of de kersen in de natuur hoeven niet naar een professional of naar een coach of naar professionele hulp. De natuur laat gewoon los. Alleen bij de mens, als je niet weet hoe je oud verdriet moet verwerken, dan kun je ook niet loslaten. En dan blijf je oude patronen herhalen. Wat je voorouders ook deden, wat je in je vorige levens ook hebt gedaan. En waardoor je weer opnieuw moest incarneren hier, want je hebt dat dus niet afgewerkt. Je krijgt de kans om dat alsnog af te werken, af te handelen. Maar dan moet je wel de beheersing loslaten en oud zeer goed gaan verwerken. Want dat ligt eigenlijk dwars in je leven. Dat ligt ook dwars op, zeg maar, dat je nog niet in harmonie kunt zijn. Ook al weet je dat we met elkaar verbonden zijn, maar dan kun je dat niet echt ervaren. Ja, zie, jij wil heel graag het leven, wat me naar binnen schoot is, ja, hij ligt het op kop. Deze duid ik bijna nooit op de kop, tenzij ik het intuïtief ingegeven krijg. Je kunt het leven nog niet echt vieren. En dat is logisch, want je bent nog niet vrij. Want je houdt de zaken onder controle, je beheerst Ook emoties in jezelf. The Sacred Temple. Ja, je gaat nog voor zekerheid. En dat is precies deze houding. Je kunt nog niet met de flow. Kijk, deze denkt van, nou, ik zie wel waar ik naartoe ga met de stroom. En met iedere ervaring krijg ik weer nieuwe lessen. En alles wordt getoond wat ik moet leren. En alles bereikt mij op het moment dat ik er klaar voor ben. Of dat iets rijp is, dat ik het los moet laten of wat dan ook. En er voorbij de illusie kan. Dus, en dan leer je het snelst. En dan ontwikkel je ook het snelst. En dan heel je ook het snelst. Maar jij wil zekerheid. En dat is precies deze kaart. The Sacred Temple op de kop. Kijk. Vragen blijven gewoon onbeantwoord voor je. En er is een belangrijk issue in je leven dat jou frustreert. Of een bepaalde levensbeslissing kun je niet maken. Je bent al lang in deze situatie. En je wordt veel richtingen opgetrokken. Maar weet je wat? Kijk. You want a sense of certainty before you take a stand. En dat is precies dit. De tegenhanger van dit. Deze hoeft geen zekerheid. Die zegt, nee, ik word gedragen. Ik hoef alleen maar vertrouwen te hebben. Ik kan die vrije val maken. En elke ervaring brengt mij dichter bij mijn verbondenheid. En alles wat ik aan blokkades tegenkom, ja, die moet ik gewoon wegwerken. En ook oud verdriet. Hè, want dat ligt ook bij jou nog dwars. Maar verdriet is vaak juist wat het ego niet wil doorvoelen. Dus die wil daar beheersing over hebben. Nou, en dat blokkeert eigenlijk alles. En ook vervolgstappen blokkeert dat, want jij wil zekerheid voordat jij een bepaalde stap neemt. En stel, je krijgt een, je ziet een mooie advertentie voor een mooie baan. Dan denk je, zal ik solliciteren? Ja, ik weet niet zeker of ik word aangenomen. En dan solliciteer je niet. Of er komt een nieuwe geliefde op je pad. En ja, je weet niet zeker of die liefde slaagt. Dus je neemt niet het initiatief. Of je houdt de boot af. Nou, omdat je het niet zeker weet. Kijk, en dan ben je niet in de flow. Dan hou je alles onder controle. En dan handel je eigenlijk uit angst. Maar je wil heel graag het leven weer vieren.
Maar oud verdriet moet verwerkt worden. Ja, commitment ligt op de kop. En dat wil mij zeggen dat een hoped for outcome, een resultaat waar je al lang op hoopt, dat is een fijne commitment. Wat voor commitment dat dan ook kan zijn. Dat kan een heel fijn huwelijk zijn, een liefdesrelatie zijn, maar het kan ook een hele fijne baan zijn. Of in ieder geval je missie of wat dan ook. Waar jij je aan commit. En dat de ander jou ook commit aan jou. Kan ook je commitment aan de bron zijn. Om als lichtwerker te kunnen werken. Maar dan moet je echt committen. Committen aan het licht. En je ook niet meer laten verleiden door het duister. En ja, dan moet je helemaal volledig in overgave zijn. Maar het kan ook dus ook zijn dat je hoopt voor een bepaalde liefde. Een ware liefde. Maar dat ligt op de kop en je bereikt het eigenlijk niet. Maar dat komt door het oude pijn. Oude pijn van waarschijnlijk verlaten zijn. Van afgewezen voelen. Je niet goed genoeg voelen, et cetera. En dat moet echt verwerkt worden. Anders blijf jij met betrekking tot invloed van anderen. En dat is dan ook eventuele mogelijke liefdespartners. De patronen herhalen. Wrok. En dan krijg je steeds meer wrok. Omdat je dan... omdat je eigenlijk min of meer bevestigd wordt in je angsten. Van ik ben niet goed genoeg. Of zie je wel, het lukt me niet. Ik kan geen liefde aantrekken. Wat dan ook. Maar dat heeft dus met oude pijn te maken van je innerlijke kind. Nou, wrok en koppig. Nou, dat is dit, hè. Koppig. Nee, het moet op mijn manier. En je kan het niet loslaten. Je houdt de boel onder controle. Nou, dus ook veel zorgen maken. Overdenken. En trusting in life is dan moeilijk. Het vertrouwen ook in het universum. En jouw hoge zelf. En je ziel. Dat je geleid wordt naar steeds de volgende steen. Maar dan moet je wel... je laten leiden. En met de stroom meegaan. Met de rivier van leven meegaan. Maar jij houdt de boel dus onder controle. En dan krijg je steeds meer wrok. Koppigheid. Koppig. Het moet op mijn manier. En ook steeds meer zorgen van... Zie je wel, ik kan het resultaat niet behalen. Maar als één iets belangrijk is... met de stroom meegaan is... Niet gehecht zijn aan resultaat. En gewoon op je pad zijn. En alle uitdagingen aangaan die er op je pad verschijnen. En een van de uitdagingen is dan natuurlijk ook. Dat je geconfronteerd wordt met dat je je imperfecties moet gaan accepteren. Niemand is perfect. En dat je ook jezelf zegt steeds. Ook iedere dag van dat je oké bent. Precies zoals je bent. En wat jij doet, dat het goed genoeg is. En dat je natuurlijk fouten maakt. Want deze is ook... die is perfectionistisch. Die kan geen fouten maken. En dat geeft zoveel stress. Maar ook dat je dan wrokkig, koppig vasthoudt aan iets. Kijk, en ook al heb je fouten gemaakt... en dat je van pad af bent geraakt... dat betekent niet dat jij niet net zo goed bent als ieder ander... Niemand is perfect en that is just fine. Dit was het voor jou, Waterman. Veel verdriet, oud verdriet nog verwerken. En dan kun je die blokkade opheffen van alles onder controle te willen houden. En dan kun je meer met de flow mee. En in een ontspannen toestand je lessen leren en je heling, jezelf helen. Dan ben je ook niet meer zo gespannen. Niet zo koppig zijn en dit ook maar aangaan. Dank voor het kijken sowieso. Een fijne maand september en tot volgende maand. Je kunt mij bereiken via mijn website en onderaan deze video staat de link. En dan kun je een afspraak maken als je dat intuïtief voelt. Ik hoop je te zien. Bye bye.